deze bijzondere dag voor Omroep Noos. Het is fantastisch, wij hebben er naar uitgekeken. En het is erg fijn dat u allemaal gekomen bent. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Ik wil beginnen met bijzonder heerlijk natuurlijk welkom onze wethouder René de Vent. En ik wou hem als eerste vragen om het woord te nemen. Heel mooi om hier vanavond te zijn. Bijzondere dag, bijzonder weekend. Houdt ook verband, heb ik begrepen, met de open dagen voor alle lokale omroepen in het land. Jullie hebben heel terecht het moment gekozen om dat vlak daaraan voorafgaand te laten gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, sinds mijn wethouderschap, vanaf 2010, heb ik veel te maken gehad met de omroep. In goede en slechte tijden, zeg ik dan maar eens even. En ik heb eigenlijk geen zin om daar helemaal weer terug te duiken. Maar we moeten vooral stilstaan, denk ik, bij het moment van vandaag. En ik ben dan ook ongelooflijk trots dat we hier weer een hele mooie omroep hebben staan. Met heel veel enthousiasme en heel veel mensen eromheen. En ook nieuwe partijen eromheen. Wij zijn als college van burgemeesters daar heel erg trots op. Dat ons dat met jullie ook weer gelukt is. En die trots willen we graag aan jullie zelf overgeven. Maar, ik zeg ook altijd, met trots moet je ook altijd voorzichtig zijn. Want zou je kunnen denken, nou ja goed, dan gaat het allemaal vanzelf. Dat gaat dus niet vanzelf. Realiseren is één, in stand houden is twee. Dus er ligt een geweldig grote opgave, denk ik, voor de boeg. Om ervoor te zorgen dat je luisteraars, kijkers weer kunt binden aan deze omroep. En dat ze daar vertrouwen in krijgen. En dat ze nieuwsgierig zijn naar de media, lokale media. Ik geef Gert als voorzitter, en dan, dat doe ik ook met heel veel plezier, want we hebben heel veel contact met elkaar gehad de afgelopen jaren. In weer en wind zeg ik dan maar, het is gelukt. Met de kop tegen de wind in, dan kom je het verste. Tegen de stroom inzwemmen zeggen ze wel eens. En we staan hier vanavond en ik had me geen beter moment kunnen wensen. Ik wil jou graag dit overhandigen. Heel tevreden voorzitter, die dankbaar is ook voor de vele vrijwiligers. We hebben de laatste maand, ik ongeveer melden, heel veel, ook veel jongere vrijwilligers gekregen, weer opnieuw. En daarom is het mij ook een voorrecht, want ik kondig nu aan dat wij naar de formele opening overgaan. De wethouder zal daarbij worden geassisteerd door twee oudste vrijwilligers, Jan Uithof en Roelie Bouwman. En door de allerjongste, en dat is Daniel Langeberg, 14 jaar oud en technicus. En die zullen dan samen met René een symbolische handeling verrichten. Ik verzoek u dus nu allen af te dalen richting studio. Daar staan glazen champagne zonder alcohol, staan klaar. Ik vraag u om één glas in de hand te nemen en zo gauw de openingshandeling achter de rug is, het toast uit te brengen. Dank u wel. Een fantastische mooie toekomst voor de Noos, de omroep hier. Ik wil zeggen, verbind ze elkaar nu. Ja! En daarmee is de omroep officieel gestart en geopend. En zometeen gaan we rondleiding onder leiding van de beide beheerders, heb ik begrepen. Dus ik zou zeggen, neemt u een kijkje en geniet vooral. Dank u wel. Goedenavond Jan Uithof. Hey, gefeliciteerd met de nieuwe omroep. Ja, dankjewel. Maar ja, zo net heb je als oudste vrijwilliger de omroep officieel geopend samen met Roelie Bouwman en met de jongste vrijwilliger. Ja, Roelie Bouwman heb ik erbij gehad, want het is er ook eentje van 1938. Ja. En ja. Ik zeg altijd tegen Roelie, 1938 was een goed bouwjaar. En ja, wij mochten dus de omroep mee openen samen met de wethouder. En dat was wel verrekte leuk, want dat geeft toch aan dat je een bepaalde waardering hebt. Hè. En dat omroepwerk, dat heb ik in de laatste paar jaar toch wel gemist. Zo'n 25 jaar geleden ben ik begonnen bij
omroep aanvereist. Ja, ja, maar neem ons even mee terug. Ja, ja. In het begin. 25 jaar geleden. Ja. Onderin het, de kelder van het gemeentehuis. Ja. Daar hadden we onder leiding van Johan Keunhoff een oud... zeg maar, een oud zendertje. Ja. En wij bestreken dus heel Avereest. Laten we zeggen, het kwam voor een aantal mensen, voor mij ook wel een klein beetje als een donderslag bij heldere hemel, dat we anderhalf jaar geleden... Ja, 2012, eind 2012. Ja, eind december 2012. Ik had de laatste uitzending. Ja. Ja, en we zouden naar een vergadering toe. Ja, klopt. Want die was uitgeschreven. Ja, klopt, ja, ja. En er was geen uitzending meer naar die tijd. Ja, dat weet ik al. Ja, nou, dan komt het wel hard aan en dan heb ik wel gemist. En ik denk dat dat ook een van de redenen is geweest dat ik nu gezegd heb van ik wil toch weer wat doen. En ik vind het fijn. Ja, sport. Bij Omroep Noos. Ja, Omroep Noos. Je doet de sport, hè? Ik doe de sport. Zaterdagmiddags van 2 tot 6. Daniel, nou, gefeliciteerd met de nieuwe omroep. Ja, bedankt. Maar je bent de jongste vrijwilliger. Ja. Maar je hebt zo net samen met Jan Uithof en met Rudy Bouwman heb je de omroep officieel geopend. Ja. Maar sinds wanneer ben je bij de nieuwe omroep? Sinds maart of zo. Nee, ja. Mei, maart. Maar hoe jouw interesse voor de omroep? Hoe is dat gekomen? Nou, bij RTV Arenberg ben ik al vaker geweest. Oké. En ja... Maar mag ik je leeftijd weten? 14. Je bent 14 jaar. Ja. Maar bij RTV Hardenberg ben je al vaker geweest, maar ja. Dat ging dus failliet. En nu weer een nieuwe omroep. En ja, en heb je iets met de omroep? Of iets met techniek? Of... Ja, met radio, ja. Radio. Op school ook? Nee. Welke school doe je dan? Vechtdal. Of gewoon Vechtdal. Ja. Maar nou bij de omroep. Wat ga je bij de nieuwe omroep doen? Nou, ik wil later wil ik een eigen programma. Maar wat doe je op dit moment dan? De techniek bij een programma sport. Bij sport, zaterdagmiddag. Ja. En bij wie zit je nou? Bij Jan Uithof en Jeroen Aantrot. Oh, die doet de techniek? Ja. En vind je het leuk om te doen? Ja. Dus er ligt een hele toekomst voor jou? Ja. Oh, geniet ervan. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja.